Ja, jongens, we zijn hier aangekomen op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk. En dit belooft weer een hele mooie Grand Prix te worden. Er zit een stijgende lijn in. Eigenlijk sinds Monaco behalen we best wel goede resultaten. In ieder geval goede kwalificatieposities. We pakken af en toe nog wel eens wat punten. Dat is ook heel erg mooi. Een van de dingen die ik wel gelijk moet gaan vermelden voordat we hieraan gaan beginnen, is dat ik een versnellingsbakwissel heb gedaan. Dat zal je niet verbazen, want gezien de hoeveelheid aan grote fouten die er optreden met betrekking tot de versnellingsbak. Elke keer een gear die uitvalt bijvoorbeeld. Ja, dat was gewoon niet te doen. Dus ik heb een nieuwe versnellingsbak erin gegooid. Kost me wel een aantal plaatsen op de grid. Dat resulteert in een gridstraf. Ik weet niet of dat 5 of 10 is. Daar gaan we achter komen. Ik hoop niet dat het 10 is. En de trainingen gingen best aardig. We hebben ook weer geïnvesteerd in het chassis en in de aero-onderdelen. Die moeten komen voor de Britse Grand Prix. Er zit helaas nog wel de Oostenrijkse Grand Prix tussen. Maar hier op Paul Ricard zaten we in ieder geval bij de derde vrije training. Zaten we in een top 5 positie. Dat belooft dus wat. Al was dat wel op qualifying pace. En dan zal niet iedereen ook op qualifying pace gereden hebben. We gaan het in elk geval zien. Dit is de kwalificatie. Okay, we liggen nu op een zevende plek. Daar moet denk ik nog wel meer uit te halen vallen. We zitten nog redelijk strak achter Bottas. Gaat het 14e. Zevende plaats met een beetje een verbeterd gezicht. Want er had meer in gezeten, voor mijn gevoel in elk geval. Ja, ik weet niet man. Zeker omdat we ook nog een gridstraf gaan krijgen. Nou, we rijden nu in 1.32. Dat is, nou, ten opzichte van de training is het eigenlijk nog best wel oké. Maar een hoop schoonheidsfoutjes. Wauw. Hoop schoonheidsfoutjes tijdens deze kwalificatie. We moeten gaan laten zien tijdens de race. Zevende positie, daar komen dus 5 of 10 plaatsen bij. En dan belooft het een toffe inhaalrace te worden. Wens me succes. Zondag weer in ieder geval. We hebben het hele weekend eigenlijk alleen maar bewolkt slecht weer gehad. Ik weet eigenlijk niet of het invloed heeft op de grip met je banden. In het echt natuurlijk wel, baantemperatuur. Ik weet niet of ze dat ook simuleren in de game. Niet het meest spannende circuit, moet ik zeggen. Toch vind ik hem nog best wel tricky. Af en toe, sommige bochten kun je niet goed inschatten, omdat je net schuin omhoog gaat of net de bocht niet kan zien. Het feit dat alles echt helemaal vlak is, dat helpt natuurlijk ook niet heel erg. Anthony Davidson, thanks for joining me once again for the Grand Prix. Why don't we discuss McLaren? Er zijn wat dat betreft weinig herkenningspunten. The atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Pierre Gasly, die hebben we verslagen in onze rivaliteit.
En Ocon is nu mijn nieuwe rivaal. Dat zal een stukje lastiger gaan worden. Mercedes en Ferrari op de front rows. Vijf plaatsen. We beginnen vanaf de 12e plaats. Daar kunnen we nog wel wat plaatsen goed gaan maken bij de start, denk ik. Tot nu toe hebben we altijd een goede start gehad. We hebben ook genoeg Mercedes power in deze auto zitten. Dus laten we hopen dat het dit keer ook het geval zal zijn. Nou, hier gaan we. Hopelijk wordt het geen chaos bij bocht 1. Slechte start. Oh nee, toch niet. We blijven nog redelijk bij. We gingen daar buitenom. En we hebben daar echt heel veel plaatsen goed gemaakt. Nou, 9e plaats vanaf P12. Dat is lekker. Hier gelijk maar even de overtake button gebruiken. We missen gewoon straight line speed. En hier gewoon nog een keer. Of we benzine hebben, niet heel veel extra. Nou, gewoon zo strak mogelijk erachter proberen te blijven. Nog niet al te veel spelen met de fuel mix. Misschien nu een aanval openen. Nee. Straks vanaf ronde 3 wanneer we DRS hebben. Kunnen we hier iets gaan proberen natuurlijk. Gebeurt er nou dan? Oh, hij stuurt ook helemaal niet meer. Oh, wat is dit nou, joh? Nou, hij doet het weer. Raar.
DRS, maar dat heeft hij natuurlijk ook. Ik kom er niet dichterbij. Ja, als we allebei DRS elke keer krijgen, dan gaat het niet heel erg veel helpen natuurlijk. Nu dan. Nu krijg ik ook een DRS. Mijn Perez achter mij heeft dat ook, denk ik. We did it! Woe! We hebben nog een beetje juice over als het voor als het nodig is. Seating track limits, daarmee moet ik oppassen. Hier maak ik wel een fok op, dat is niet cool. Ricciardo zit binnen een seconde. Ik begin het nu weer weg te geven. Ik begon een klein stukje weg te rijden, maar... Ik had nu eigenlijk de pit ingemoeten. Dat is een foutje van mij. Was dit heel netjes, hè?
Even kijken waar die pit entry zit. Ik weet het namelijk helemaal niet. Er moet wel hier ergens zitten, toch? Please, 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 please. Zeg maar dat ik het niet heb verpest. Nicholas is coming in for his stop. Nou, daar staan we. Dat is niet heel best. Nou, we zitten in elk geval nog voor Perez. Ik hoop dat we die achter ons kunnen houden. Dat is wel belangrijk. We zitten nog binnen de seconde. Laat het alsjeblieft tot een goed einde brengen. Ik heb het toch nog lastiger dan dat ik in eerste instantie dacht. Perez blijft maar dichterbij komen. Althans, hij verkleint gaat elke keer tot ongeveer 17e. En neemt daarna weer afstand. Nu een 15e. Ja, dit wordt lastig. Nu heeft hij een DRS. En mijn extra benzine is in ieder geval op.
Ja, Perez is eigenlijk gewoon sneller. Maar ja, dan moet je nog wel eerst voorbij. Oh, dit was een hele grote fout. Our gap to the car in front is 4.8 seconds. Ik ben bang dat hij me nu gaat pakken. Zestiende nu. En ja, dan loopt terug. Mijn benzine zet ik nu al in de min. Nu al brandstof gaan zitten besparen. Dit gaat helemaal mis. Is dan toch te druk, hè? Gaat 18e weer. En nu is mijn ERS wel leeg. Prachtig gevecht met Stroll in elk geval. Vooralsnog in mijn voordeel. Maar we hebben het nog even. Elke keer dat kleine beetje juice wat ik nog heb. Kom op, Koos. Hier maakte ik een grote fout. Ik heb hem nu op lean staan. Dat gaat niet genoeg zijn.
Nog één ronde achter me houden, kom op. Oh mijn god. Is Perez eruit? Er was wel een truc, maar ik heb niks gemerkt verder. Oh, daar ging hij bijna. The gap to the car ahead is 7.7 seconds. Fuel mix kan in ieder geval weer op standaard. Een zevende plaats. Erg mooi. Oef. Dat werd nog bijzonder spannend met Perez richting het einde. Ik weet niet wat er helemaal daar misging. Ik probeerde hem daar wel een beetje te knijpen. En er was een touché, maar het leek helemaal niet zo ernstig. Ah ja, volgens mij lag hij eruit of hij is in ieder geval gespint. Ik zag ook niet in beeld staan dat Perez was uitgevallen of iets dergelijks. Dus even kijken waar hij straks is geëindigd. Maar P7, dat is uitstekend. Ik denk als we iets minder foutjes hadden gemaakt, dat we misschien nog wel één positie omhoog konden. Want je hoort het ook op een gegeven moment over de boordradio. We reden sneller dan degene voor ons. Maar er zat nog wel een gat tussen van 4 seconden. Gewoon niet netjes genoeg gereden wat dat betreft. Maar absoluut zeer en zeer tevreden. Gewoon weer punten voor de Williams. Dat is erg lekker. En dat is iets waar we op kunnen bouwen. Het leek op een gegeven moment een beetje reddeloos. Een beetje moedeloos werd ik er ook van. Wanneer toen elke upgrade mislukte die we op onze auto installeerden. Maar nu inmiddels beginnen we toch de punten binnen te hengelen. Je ziet dat ons aero-pakket toch dichter ook bij onze concurrenten komt. En ook al zijn we ze nog niet voorbij, we hebben wel al heel veel vooruitgang geboekt. Dus dat merk je ook gewoon aan die auto. Ondanks dat andere auto's sneller zijn, merk je dat deze auto minder rot te besturen is. Om het zo maar te stellen. Op het begin was hij echt onbestuurbaar. Natuurlijk, je gaat er op een gegeven moment ga je er ook een beetje aan wennen. Dus dat is een stukje gewenning van mezelf. Aan de andere kant, we blijven upgrades invoeren en het voelt ook eerlijk gezegd steeds beter en beter om met deze auto rond te crossen. Jongens, dit was de Grand Prix van Frankrijk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En volgende week weer een nieuwe race, de GP van Oostenrijk als ik me niet vergis. Check jullie dan. Later.